the energy vibration lays in for the Vataman Sun, Moon, Horizon sign. Sorry. Ik moet best wel zeggen, bedankt voor de stoom, bedankt voor de positive energy vibration lays in. En we gaan, dit is de derde week van oktober. En in deze week heb je mee te maken met heel veel van verschillende issues en situatie. Dames, 45 jaar en ouder, er is een onderzoek op je werk. En ik zie dat jullie gaat een Aries, 55 jaar en ouder, even opgeven. Omdat dat is de man dat heb gevraagd om jou iets te doen. En nu kom je in de problemen. Als je hem opgeven of niet opgeven, je wordt ontslagen vanwege doordat de bedrijf heeft geen meer vertrouwen in jou. Omdat ze gaat even realiseren dat het is fout wat je hebt gedaan. Nou, de week gaat vanaf 14 tot en met 14. De week gaat vanaf 14 tot en met 20. En ik heb mee te maken met mensen dat wil een nieuwe zaken beginnen. Het gaat best wel goed, oké? Okay? Dus als je wil een nieuwe zaak gaan beginnen, het gaat best wel goed. Whatever the issue is en de situatie, als je gaat een nieuwe zaak gaan beginnen, het gaat best wel goed. Gaat niks starten, maar gewoon probeer met media. Het is een goed weekend voor jullie. Als je hebt een nieuwe zaak, je wil via de media gaan pushen, het gaat je best wel lukken. Daar is een beginning voor iets nieuws. Er is heel veel networking dat gaat gebeuren voor jullie in deze week. Dus positive break. Als we gaan even kijken, daar is issues voor de mensen die hebben issues met family, issues met de Leo of een boodschattenmens. Daar is een nieuwe start. Als je had issue, family issue with a Leo of a boodschatter of family issues, gewoon family issue, there is a nieuwe start. Sommige van jullie, ik zie je probeer jezelf te beschermen van je ex. So it says your ex will connect, say, jij wil geen connectie and die wil een nieuwe start. And you prepare yourself to beskerm to hear fun, okay? You prepare yourself here to beskerm to hear fun. There is verdriet, number 7 and 7 talk is your energy vibration. There is verdriet, there is heel veel verdriet, and it is heel veel van jullie zit yourself to beskerm. You sit your family and yourself to beskerm from the issue and the situatie. Whatever the issue is and the situation, it is there belong like, want jullie staan gewoon om your family and it come from an issue where there was, it's quite karak. It can dot, in for your kids, it's quite karak and you probeer the rest for your family om te beschermen. Some of jullie gaat even achterkomen of a negative issue met a family and a, verdriet in the family and you probeer your family to beskermt, okay? Then hebben wij geheim. Geheim komt boven water. Sommige van jullie weet wat is gebeurd. Sommige van jullie in het verleden hebben geld van iemand genomen om iemand informatie te veranderen of gekocht of verkocht. En nu komt alles boven water. Nu komt alles boven water. En nu probeer jullie issues en situaties recht te zetten, oké? Okay? Dus dat komt daar best wel uit. Als we kijken, ik zie dat een huwelijk gaat niet goed. Een relatie, je partner gaat weglopen. Sommige van jullie realiseren dat je partner hebben gevraagd van echt te scheiden of wil uit de relatie met jou. Daar gaat je partner op een nieuw start. En wil weg uit de relatie. Dat gaat best wel opkomen. Je krijgt de bericht om te horen in deze week. Dan hebben wij a family that was affected by iets. Daar komt een vergoeding. And whatever the issue and the situation is of was, there was an onderzoek that was that is gebeurd. And they realized that the family of a family was door criminal probeer om uit te bondelen en zo.
En dat de family was affected. En as is your family, je krijgt een vergoeding. Die ga je een vergoeding geofferd. Die ga offered een vergoeding aan jou om sorry te zeggen. Dan hebben wij die energy van de dames 45 jaar en ouder. Je bent onderzoek op je werk. Je moet beslissen gaan nemen. Vanwege dat iemand heb je gevraagd om iets te doen. Je hebt het gedaan, nu kom je in de problemen en je gaat de persoon opgeven. Sommige van jullie die is begonnen en het gaat niet zo goed met je eigen zaak. Je zit om even af te weken, maar het is gewoon doorzetten. Geef niet op aan je project. Voor de rest van jullie, dat is op de workfloor. Je bent on investigation voor iets dat je hebt gedaan. Sommige van jullie weten dan dus goed. Je hebt geld genomen of goederen of cadeau krijgen om iemand informatie te veranderen. En nu komt het boven water. Je gaat de persoon opgeven en dat persoon is een Aries man. Het is een criminal. Dat heb je gevraagd om het te doen. Dit is een Aries man. Deze man, het is definitely omdat de dove is de energie van de ram mensen. En deze man heb je gevraagd om iets illegal te doen. En nu, het is nu boven water gekomen. En je moet best wel deze man opgeven om jezelf te redden. Dus ja, dat is wat komt op voor jullie. Ja, het is een duidelijke bericht, vind ik. Nou, daar is twee berichten. En this is kaart 1 en this is kaart 2. Als je kiest kaart 1, het is humor. Het is humor. Want whatever the issue is en de situatie is, het is gewoon echt humor vanwege door dat de mensen have gewoon met zijn ego probeer dingen te doen dat is niet van sprekend. En nu komt alles boven water. Oké? Dan de tweede brick is laat los. Whatever the issue is, whatever the situatie is. Fact daar niet teken, maar laat los. Laat los. Laat de dingen even lopen en alles komt best wel goed. Dames en heren, ik wens jullie een zeer positieve week. Namaste, tot volgende keer.